Vincent, tweede plaats waarschijnlijk. Of nog verder achteruit? Ik denk vierde of zo. Ik hoorde van ma en pa tweede. Nee. Vierde of zo. Er kwam... De wedstrijd, hoe is die verlopen? Een redelijk snelle wedstrijd met heel veel wind. Het was echt moeilijk om weg te rijden eigenlijk en om die voorsprong uit te bouwen of te behouden. Ik had vandaag echt niet echt een goed gevoel, dus ik had redelijk vroeg gegokt op de sprint. Maar koos niet selectief genoeg? Met de wind waarschijnlijk wel? Met de wind wel. Ik had gehoopt van met een grote groep weg te rijden, maar dat zat er niet in, dus dan had ik op de sprint gegokt. Je zat binnenkant, was dat de goede oplossing? Nee, ik zat eigenlijk op 300 meter van de meet, echt nog redelijk ver, rond plek 25 denk ik. En dan kon ik langs rechts wel goed opschuiven, maar ik kwam gewoon te laat. Uiteraard, verliezen van Rutger Wouters is uiteraard geen oneer, denk ik, hè? Zeker en vast niet. Ik ben toch blij dat ik hem dit jaar alleen een keer heb kunnen kloppen. Ja, uiteraard. Wat staat er nog op het programma voor dit jaar? Dat is afwachten hoe dat ik nu, want ik zeg het, ja, ik voel me een klein beetje ziek. Dus zien hoe dat ik herstel. Anders, indien alles goed gaat, ga ik morgen in Nieuwrode een thuiskoers rijden. En dan volgende week nog een paar kermiskoersen. Dus. Daar heb je ook al gesprint in Nieuwrode, hè? Ja, dat was bovenop trot. Dat was mijn eerste overwinning. Maar morgen is een andere wedstrijd, hè, van Jos, hè? Ja, morgen is vlakke parcours, dus het zou heel mooi zijn als ik daar ook nog eens kan winnen om het seizoen zo af te sluiten. Ik ga je laten douchen, want je bibbert van de kou, denk ik, hè. Succes en vlug beterschap. Dank u wel.